Hallo mensen! Mijn naam is de Mad Luigi. En ja, we zijn nu niet in Pokémon Heart Gold, maar wij zijn in Pokémon Pearl. Dezelfde save-file die ik heb gebruikt voor het spelen van mijn Pokémon Pearl Pokémon Let's Play. En iedereen is er! Lucario, Luxray, Staraptor, Blissey en Podium! Of hun nicknames. Ze missen alleen nog onze Rapidash, maar dat maakt niet uit. De reden dat we hier zijn, is vanwege informatie. Want informatie moet evolueren. En aangezien ik niet per se weet waar je, informatie kan laten evolueren in Leafeon in Pokémon Heart Gold, heb ik gewoon besloten een kleine callback te doen naar Pokémon Pearl. En hem gewoon hier zo te laten evolueren, bij deze steen. Dus dat gaan we eventjes heel snel doen. Hebben we toch mooi de evolutie op camera. En dan kunnen we dat lekker gebruiken voor de rest van de Pokémon Heart Gold Egglock. Dus dat gaan we eventjes doen. Sterven wat Banerys kapot maken. Dat kan informatie wel. Als je denkt van Matt, ga je met een level 29 informatie 10.000 van deze level 10 Pokémon kapot maken? Nee, natuurlijk niet. Ik heb hem al helemaal geleveld. Helemaal naar, dat hij bijna gaat levelen. Dus met iets van 1 of 2 Pokémon moet dat zeker weten wel lukken. Of misschien ietsjes meer. Nog eentje erbij. Oké, dat komt gewoon helemaal goed. Hebben we die evolutie ook weer op zak. En dan kunnen we verder met de serie. En Cascoon. Nou Cascoon, jij bent geen partij voor mijn informatie. Het is wel fake informatie. Dus hou dat wel goed in de gaten. Dan doen we nu een bite. En als het goed is, moet Eevee nu evolueren. Als het goed is. Misschien ook niet, want dan sta ik voor lul. Lekker level 30, nice. Kom op, even opschieten, ik wil opnemen. Kijk, daar gaat hij hoor. What? Informatie is involving? Huh? Da-dam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 . Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Yes, we hebben een Leafeon! Fucking nice! En dan gaan we nu weer naar de Pokémon Heart Gold Egglock. Hallo mensen, mijn naam is de Mad Luigi en welkom terug bij een hele nieuwe aflevering van de Pokémon Heart Gold Egglock. Het is alweer een tijdje geleden dat ik dit heb opgenomen. Ik ben weer heel blij om weer terug te zijn met de Pokémon Heart Gold Egglock, want ik geniet van deze serie en heel veel van jullie genieten er ook van. Ik moest natuurlijk weer nieuwe eitjes binnenkrijgen en dat duurde wat langer en ik kreeg er niet zo heel gek veel binnen. Ik bedoel, ik heb nog wel een hele mooie box vol met eitjes. De meeste zijn ook van kijkers. Ik heb alleen hier en daar wat eitjes van mezelf en nog wat eitjes van wat vrienden ingestopt, zodat ik weer op die mooie 30 eitjes kom. Maar nogmaals, het meeste is van kijkers die nog geen eitjes hadden ingestuurd. Dat is heel erg mooi. Hier hebben we natuurlijk nog 1 eitje. Die gaan we natuurlijk ook nog gebruiken. Waarschijnlijk gebeurt dat deze aflevering. En dan hebben we hier onze Pokémon. Daar is niks aan veranderd. Misschien dat ik deze hele box met eieren zelfs hier naartoe verplaats, maar dat moet ik nog zien hoe ik dat ga doen. Komt helemaal goed. Maar wat jullie natuurlijk ook nog willen zien is... Ta-da-da-da-dam! Ik weet niet waarom ik hier een heel speciaal moment van maak, want jullie zagen het net voor het intro. Maar we hebben nu een geëvolueerde informatie. Een hele mooie... Holy fuck! Wacht eens even. Dat icoontje. Dat is een Pokeross icoontje. Wat? Wacht eens even. Heb jij Pokeross? Of ben je gecured van Pokeross? Heb jij Pokeross gehad? Motherfucker, dat wist ik niet. Wacht eventjes hoor, dit ga ik heel eventjes nachecken. Want voor de mensen die niet weten wat Pokeross is, dat is een heel, heel zeldzaam virus voor Pokémon. Het is geen daadwerkelijk echt virus, maar waardoor hun stats en hun Eevees en Ivies veel beter worden. Even kijken hoor. Als je afvraagt waarom hier nog een normale informatie staat, deze is als backup voor het geval ik de andere informatie kwijtraak. Dit is eigenlijk gewoon een kopie van de originele informatie, dus hier hoef je niet naar te kijken. Maar ik ga heel eventjes kijken. Hier heb je geen Pokeross. Dan is dat waarschijnlijk gewoon een glitch van het
kutten met alle met de data. Want ik heb hem natuurlijk... die Leafeon, die Eevee heb ik natuurlijk van deze save al naar mijn Pokémon Diamond save al gepleurd. Waardoor er wat dingetjes anders zijn gegaan. Want die games zijn natuurlijk niet helemaal hetzelfde. Het is niet als zoals dat je een Pokémon ruilt naar een andere plek. Maar ik wist... Maar blijkbaar heeft onze Leafeon dus Poké Rush gehad. Of het is gewoon een glitch, dat kan ook. Maar deze aflevering gaan we in ieder geval verder met onze Mals Let's Play. Ik weet niet of ik hier al Pokémon heb gevangen. Volgens mij nog niet, dus ik ga hier maar gewoon voor de zekerheid een Pokémon vangen. Want hier konden we volgens mij ten eerste nog niet eens naartoe. Dus hier kunnen we gewoon een nieuwe Pokémon vangen. Gaan we dat eventjes heel erg mooi doen. Ik heb natuurlijk ook weer leuke dingen te vertellen. Naast dat ik gewoon weer helemaal blij terug ben met de Pokémon Hardcold Egglock. Ik heb het echt gemist aan Pokémon. Is gewoon fucking awesome, weet je wel. Ik geniet van deze game. Jullie genieten van deze game. Dus dan ben ik blij om weer meer ervan te doen. We zijn ook dicht bij het einde van de main game. En dan als we de main game hebben gehad. Dan kunnen we natuurlijk weer naar de aftergame. Naar Kanto. Komt helemaal goed. Oh, Ik dacht dat ik niet hoefde te wisselen daarvoor. Ik wilde mijn dinges gebruiken. Maakt niet uit. Dan gaan we eventjes naar Eamon in Schot. Komt er helemaal goed. Maar dan kunnen we daarna heel erg mooi naar de aftergame van deze game. Dat is natuurlijk Kanto. En dan gaan we dadelijk aan kutten. Wordt helemaal geweldig. Het ding is alleen wel... Wat me opvalt, we spelen nu natuurlijk de remake van Pokémon God. Weet je wel? De game waarbij je niet alleen naar Pokémon of naar Johto komt, maar ook naar Kanto. Binnenkort, eind dit jaar, komen natuurlijk Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee uit. Nee, we gaan hier niet surfen. Het ding is dus... Ik vind het een beetje kut dat wij nu binnenkort teruggaan naar Kanto in deze game. En dan over een paar maanden teruggaan naar Kanto in die nieuwe game. Want ik ga sowieso Pokémon Let's Go Pikachu /Eevee Let's Play op mijn kanaal. Want het is de nieuwe Pokémon game. Natuurlijk ga ik die Let's Play op mijn kanaal. Komt helemaal goed. Ik hoop in de tussentijd nog wel eventjes deze Let's Play af te kunnen maken. En de Let's Play die hierna komt af te maken. Maar dat komt allemaal wel goed, joh. Kanto, ik neem aan dat als Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee niet net zo groot zijn als de originele Red and Blue. Dan zijn ze niet zo heel erg lang. Dus dat moet gewoon goed komen. Maar ja, dan gaan we dus twee keer in een heel korte tijd terug naar Kanto. Vind ik een beetje matig, maar hey, wat moet je anders, hè? Als een kanaal wat zich voornamelijk op Pokémon... want ja, oh, een Charmeleon, sowieso. Weet je wat ik heb? Ik heb een shiny fucking Charizard, bitch. Get on my fucking level, outrage. Ik ben zo OP. Oh, we gaan switchen. Nou, dat helpt niet echt. Of misschien wel, ik weet niet. Want je take these hits best wel goed. Dat doet hij best wel goed. Hij heeft het overleefd. Oké, dan. Dit gaat gewoon veel te langzaam. Depressie, kom maar eens eventjes hier. Depressie heeft echt een hele grote depressie. Maar hij is wel een heel handige Pokémon. Wat ik trouwens leuk vind, we hebben nog steeds een all shiny team. En ik heb ook al tussen de eitjes gekeken, want ik heb ze natuurlijk in de game gezet. Die de kijkers hebben ingestuurd, maar natuurlijk... Ook hier, met de nieuwe eitjes, zit er weer te veel shiny tussen. Want heel veel mensen hebben ook gezegd dat ze niet wilden dat ik non-shiny Pokémon kreeg. Dus de helft van de eieren zit weer vol met shinies. Is echt fantastisch. Maar goed, ja, in ieder geval, ik ben blij als deze serie ook wel weer ten einde is. Want dan hebben we weer de volgende, deze Pokémon-serie af. Weet je, ik bedoel, ik geniet van deze serie. Het is een heel leuke serie om op te nemen. Maar ik vind het toch ook wel weer fijn om dan zo'n serie helemaal af te hebben van... Yes, ik heb deze serie weer af. Ik moet sowieso een heleboel series afmaken, maar daar gaat het nu niet om. En dan, ik zeg het altijd aan het eind van elke serie. Het is toch weer een bijzonder moment als je het woord finale in de titel van je video kan stoppen. Vind ik altijd persoonlijk heel cool. En het ding is, ik wil heel graag deze serie afmaken, zodat ik snel kan beginnen aan de volgende serie. En dat is namelijk Pokémon Star. Dat is een romhack van Pokémon Sun and Moon, of Pokémon Ultra Sun and Moon. Die heb ik helemaal werkende, met best wel goede kwaliteit op mijn computer. Kan ik goed runnen, dus ik kijk daar heel erg naar uit om die voor jullie te spelen. En dan hoop ik die snel af te maken voordat Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee uitkomen. Maar hey, misschien gaat dat niet gebeuren, je weet maar nooit. Je weet maar nooit. Zo, gaan we deze gast nog eventjes doodmaken. Voor de rest, heb ik nog leuke dingen aan jullie te vertellen? Nou, eigenlijk wel. Het is best wel grappig, want na heel veel jaar is mijn broer eindelijk weer een beetje begonnen met gamen. Hij heeft echt heel lang gewoon niet gegamed.
Alleen een beetje bij vrienden of zo op PlayStation 4. Maar voor de rest heeft hij nooit echt veel gegamed. Maar nu laatst speelt hij daadwerkelijk weer wat games. En hij speelt het op mijn Nintendo Switch. Wat ik echt heel vet vind. Om mijn broer gewoon met mijn Nintendo Switch te spelen. Gewoon als ik aan het opnemen ben, dan kan hij dat ding meenemen. En dan gaat hij gewoon ergens op zijn eigen kamer kutten, weet je wel. Vind ik gewoon heel erg leuk. We gaan hier trouwens eventjes snel zorgen. Hebben we hier geen gras? Eventjes heel snel. Hebben we hier alleen maar water? Want anders gaan we gewoon surfen hoor. Dat is ook niet zo'n groot probleem. Maar het is altijd makkelijk om in het gras Pokémon te vangen. Nee, oké. Dan gaan we gewoon hier naartoe. Is ook goed. Maar hij zit dus nu op mijn Nintendo Switch. Momenteel ook. Zit hij in een bepaald spel te spelen. What's up, motherfuckers? Wat? Check my shit out, man. Nee! Dit kun je niet doen! Zo kun je niet zijn! Oké, dat is echt heel toevallig. Dat is echt heel toevallig. Ik ga hem niet vangen. Daar gaat onze encounter. Kut. Kijk, dit zou wel heel cool zijn geweest. Oké, nee, ik dacht heel eventjes dat hij misschien zat. Maar dit zou daadwerkelijk cool zijn voor een normale Nuzlocke van Pokémon Heart Gold. Want dan heb je... Oh, professor Oak belde me. Oh, kut. Ik hoop niet dat dat een probleem is. Dan gaan we gewoon lekker verder. Eventjes snel healen. Maar kijk, wat er dus net gebeurde. We kunnen nu geen Pokémon vangen. Want Entei en Raikou, die zijn echt heel moeilijk te vangen. Echt heel erg moeilijk. Dus het is kut. Nou kunnen we die niet vangen. Heb ik ook geen encounter. Maar in normale Pokémon Heart Gold, in een normale Pokémon Heart Gold Nuzlocke, zou dat best wel een vette encounter zijn geweest. Weet je, dat je zomaar een Legendary op je team legit kan krijgen. Dat is best wel awesome. Heel toevallig dat dat net gebeurde, maar... We kunnen er helaas niks mee, want ik had geen masterbal of zo. Misschien dat er tussen een eitje een masterbal zit. Dat zou best wel pittig awesome zijn. Maar ik weet niet echt of ik die wil gebruiken voor een Entei, weet je wel. Even kijken. Hallo meneer, wilt u met mij praten? Do you know the legendary bird Pokémon? Welke Pokémon zou dat nou zijn? Oh, het is een birdkeeper natuurlijk. Maar goed, het bepaalde spel wat mijn broer dus de laatste tijd heel veel speelt op mijn Nintendo Switch is... Fortnite! Hij is er helemaal gek van. Hij heeft het een keer gespeeld bij vrienden. Hij vond het geweldig. En hij zit het nu echt hardcore te spelen. Probeert er ook helemaal goed in te zijn. Hij was ook fucking blij toen hij gisteren voor de eerste keer een potje had gewonnen. Want natuurlijk, Fortnite Battle Royale, zit je met 100 mensen, moet je degene zijn die wint. Dat vond hij echt fucking awesome. En ik vind het leuk voor hem dat hij ervan geniet. Dat hij een beetje mee zit te spelen. Alleen, kom op, Fortnite. Het is fucking Fortnite. Maar vooralsnog, hij zit het lekker op mijn Nintendo Switch te spelen. Ik ben trots op hem dat hij lekker aan het gamen is. Maar dat is ook de enige reden waarom ik zoveel uur heb in Fortnite als dat ik op dit moment heb in mijn Nintendo Switch. Want hij speelt gewoon op mijn account. Dus mijn daadwerkelijke The Mad Luigi account voor Fortnite is nou een best wel... Tenminste, hij is nog niet zo'n heel hoog level, maar hij heeft wel een goed level. We kunnen hier trouwens ook een Pokémonnetje vangen. Oeh, laten we dat eventjes snel doen. Hij heeft wel een goed level in principe. Hij zit op level 6 of zo. Oeh, een Zubat. Dat is een makkelijke vangst. Laten we dat even doen. Hij heeft daadwerkelijk... Voor hoe lang hij het speelt, heeft hij wel een goed level. Dus dat is wel cool. Alleen, ik vind het gewoon grappig. Want er zijn vast vrienden van mij. Die hebben mij op mijn Nintendo Switch. En die zien mij dus veel Fortnite spelen. Die zagen me het gisteren spelen, eergisteren, vandaag. En mijn broer die speelt het dan best wel voor iets van 3 uur achter elkaar. Of nou ja, tenminste 2 uur, geen 3 uur. Hij zit nooit zo lang achter gaming, want dat vindt hij niet zo tof. Die Zubat, die doen we... Weet je wat? We laten die Zubat gewoon in de box zitten en dan zien we wel, joh. En dan halen we hem later wel. Komt wel helemaal goed. We hebben in ieder geval onze encounter voor deze hele route. Nou, tenminste, een cave, geen route. Gaan we gewoon lekker verder. Deze hele cave bestaat uit ijspuzzels. Zijn best wel leuk. Als je er goed in bent. En ik ben er niet zo goed in. Dus ik moet weer even kijken hoe dit werkt. Dan ga je zo. En dan ga je zo. En dat werkt totaal niet. Wacht. Nee, oké, dat doet niks. Maar ja, dus als je mij ooit... Als je mij toevallig op je Nintendo Switch hebt staan. En ik speel Fortnite. Dan is dat waarschijnlijk mijn broer. Even kijken, hoe werkt deze puzzel ook alweer? Eventjes denken hoor. Zo. Nee, dat is dom. Zo. Hoe de fuck werkt dit ook alweer? Even kijken hoor, ik was vroeger altijd een meester in dit soort puzzels.
Hierheen, hierheen, hierheen en dan hierheen. Zo, hupsakeetje. Ik hou van ijspuzzels. Ze zijn altijd zo tof om te maken. En dan het gevoel dat je een ijspuzzel hebt, weet het, verslagen is echt heel erg tof. Ik vind ijspuzzels nice. Ik heb ze ook wel eens in, ik heb wel zelf natuurlijk RPG Maker games gemaakt. En dan voornamelijk de games voor, hoe heet het, Serpent Gameplay. Waarvan hij de tweede game nog steeds niet heeft afgemaakt op YouTube. Wat echt heel kut is. Zo van, waarom? Ik heb 2 jaar gewerkt aan die game en je maakt hem niet af, Rick. Gos, tyfus, kleren. Maar dat is dus een ding. We hebben nu dit item. Dat item you picked up over there was een HM, hè? Nee. It contains waterfall. Oké, nice. Wij hebben dus een nieuw waterfall. Dat is wel een item wat je daadwerkelijk nodig hebt. Dus het is goed dat we het eventjes hebben gepakt. Heb ik strength, trouwens? Ik hoop niet dat ik dat hoef te geven aan iemand. Dat zou echt uberkut zijn. Dit is het enige moment dat Pokémon Sun and Moon of Ultra... Oh nee, wacht. Dit is niet daadwerkelijk iets wat je hoeft doen, volgens mij. Nee, volgens mij hoef je dat niet per se te doen. Dan gaan we dat ook gewoon lekker skippen. Ik bedoel, items zijn wel nice, maar... Of moet je dit wel doen? Nee, volgens mij kan je dit gewoon skippen, toch? Toch? Ik heb geen idee. Maar ja, ik heb dus... Hoe heet het? In één van die games die ik ooit heb gemaakt. Ik weet niet precies. Volgens mij was het Rick en de Heilige Slang. Of nee, Rick en Portaal 2. In die game zit daadwerkelijk een ijspuzzel. En ik was best wel trots op mezelf dat ik die had gemaakt in RPG Maker. Echt, ik moet weer wat meer met RPG Maker gaan doen. Echt, het is leuk om daarmee games te maken. Echt, als je een beetje wil beginnen met game dev. En je wil een beetje oefenen met het maken van de map en al die shit. En met verhaal, dan is RPG Maker echt een heel goede manier. We hebben daadwerkelijk strength nodig, hè. Fuck. Kut. Dat is echt heel kut. Ik ga even kijken wie hier allemaal strength van kan leren. Misschien hebben we nog eventjes snel iemand... Ik wil niet helemaal teruggaan naar de PC, want dan zitten we echt heen en weer. Even kijken. Informatie. Jij kan dat blijkbaar. Ja, het is kut, want jij hebt daadwerkelijk goede moves. Dat is echt naar... maar ik wil de rest moesten. Dan doe ik wel... Dan doen we maar takedown. Ik bedoel, dat is 10%, dat is 10 punten minder goed als strength dus. Of dat is 10 punten beter dan strength dus. Doe het maar gewoon zo. Maar goed, waar was ik ook alweer? Oh ja, natuurlijk. Dus als je eens een keertje echt daadwerkelijk een game wil maken... Maar je wil nog niet werken met Unity of je bent niet goed in het zelf coderen van games... Als je wil oefenen mee met het maken van verhaal, het maken van mappen, al die shit... Dan is RPG Maker een heel goede manier om games mee te maken. Het is een heel fijn programma waar je heel lekker gamepjes mee kan maken. Dus ik raad het aan iedereen aan om ermee aan te kutten als je een beetje geïnteresseerd bent in gamepjes maken. Het is heel makkelijk, het kost wel wat geld. Helaas kost het geld, maar ja, de beste dingen in het leven kosten geld. Zoals Pokémon games, of niet mijn video's. Mijn video's kosten geen geld, en dat is duidelijk het beste van deze wereld. Tenminste, er zijn kijkers die daadwerkelijk tegen mij hebben gezegd, Matt, maak een keer PayPal aan, dan kan ik doneren bij je streams. En dat wil ik elke keer weer, alleen ik heb geen idee hoe het werkt. Ik bedoel, ik wil heel graag PayPal aanmaken, want het is heel handig voor mijn Nintendo Switch. Want je hebt natuurlijk de Nintendo Switch eShop, hè? En daarmee kan je betalen met PayPal. Of je kan betalen met de creditcard. En elke keer als ik wat wil kopen in de e-shop. Dan moet ik weer naar mijn moeder of mijn vader zeggen van. Man, pap. Mag je boy Matt alsjeblieft een geweldig, lief, klein creditcardje van je hebben. En dan zegt ze fuck off. En dan moet ik weer 3 dagen wachten. Is altijd echt heel erg kut als er bijvoorbeeld heet het speciale aanbiedingen zijn. Bijvoorbeeld bij Steam. Bij Steam hou ik van speciale aanbiedingen. Ah, kut, dat hebben we bijna verkloot. Hou ik van speciale aanbiedingen. Ik hou van de Steam Summer Sale. Ik koop dan altijd zoveel fucking games. Die ik nooit ga gebruiken. En toch koop ik ze. Zo van bijvoorbeeld, ik heb echt... Ik heb geen idee hoeveel games ik heb gekocht op Steam. Maar ik heb er echt een heleboel. En de helft ervan heb ik nog niet eens gespeeld. Maar heel vaak koop ik games. Omdat, hoe heet het, ze zien er cool uit, ze zijn lekker goedkoop. Natuurlijk koop ik dan games, hè. Als ze fucking 1 euro per stuk zijn, natuurlijk koop ik hem dan. En ik koop ze ook heel vaak omdat ik weet, hier wil ik ooit nog een keer een serie van maken. Dus dat is sowieso iets wat ik doe. Lekker series maken, ook al heb ik al te veel. Ik ga ooit series maken van de Steam games die ik heb gekocht in de Steam Summer Sale. Komt helemaal goed. Don't you worry now. Even kijken hoor, dit moeten we eventjes heel voorzichtig doen. Even kijken hoor. Ik ga heel eventjes mijn running shoes uitzetten, want straks kom ik er per ongeluk tegenaan.
Ja, zo. Oh nee, wacht, daar kun je niet tussen. Fuck, oké. Maar ik heb dus een heleboel games gekocht. En op de Nintendo Switch, is echt een beetje mijn indie machine geworden. Ik koop daar best wel graag. Fuck! Nee! Wat doe je? Ik koop daar best wel graag indie games op. Ik bedoel, zoveel indie games heb ik er nou ook weer niet op. Maar er zijn zoveel games die ik alleen al op mijn wensenlijst heb staan op die Nintendo Switch. Die ik ook op mijn PC kan halen. Alleen ik wil ze graag op mijn Switch, want de Switch is fucking portable, weet je wel. Het is gewoon fucking handig. Dus dat is een ding. Maar ja, verwacht dus ooit een keertje series van games die ik ooit een keertje heb gekocht. Ik ben echt teleurgesteld in mezelf dat ik daar nog steeds geen fucking... helemaal nog niks mee heb gedaan. Echt, ik heb de meest random shit ooit gekocht. Ik heb games zoals Scribblenauts. Ik heb games zoals alle Lego games. Ik heb alle Lego games gekocht op Steam. Ik wil ze allemaal nog eens een keertje spelen, want Lego games zijn fucking leuk. Maar, hoe heet het? Ik wil gewoon alles. En ik blijf ook uitkijken naar die sales. Het is echt met elke game. Niet alleen met Steam, niet alleen met Nintendo Switch. Als ze ergens... Hoe heet het? Als ik ergens goedkoop games kan halen, dan koop ik ze. Ik was bijvoorbeeld laatst, was ik in de stad, lekker aan het chillen met vrienden. Want we waren aan het vieren dat we geslaagd waren voor ons examen. Over examen gesproken, ik heb vandaag theorie-examen gedaan voor rijles. En ik heb hem niet gehaald. Het is naar. Maar hey, dan denk ik ook wel... Ik was ook totaal niet op voorbereid. Ik had zoveel shit te doen in deze periode... Wat raar is aangezien ik vakantie heb, maar ik moet heel veel werken, weet je wel. Want ik doe elke avond zowat werken, dat moet ik zometeen ook weer doen. Ik heb fucking, voor mijn vervolgopleiding moest ik een of andere samenvatting maken en shit. En moest ik allemaal dingen voor een intakegesprek doen. Ik heb best wel shit, veel shit aan mijn hoofd. Dus het is niet alleen maar lachen, gieren, brullen. Even kijken, ik wil bij dat item komen, maar hoe... Dus het is niet alleen maar lachen hier brullen. Dus ik heb helaas niet mijn examen gehaald. Of tenminste wel mijn daadwerkelijke examen van de HAVO. Maar niet mijn examen als het gaat om mijn theorie-examen van rijles. Maar goed, ik was dus in de stad. Was ik lekker aan het chillen met vrienden. En wat ik deed, was een of andere winkel. Een tweedehands gamingwinkel. En daar zaten zoveel fucking tweedehands spellen. Echt spellen voor maar iets van 2 euro per stuk of zoiets. Professor Elm, wat de fuck wil jij hebben? Hallo, wat is er? Hello, Matt! I discovered an odd thing. Apparently something's called the Pokeross that infects Pokemon. Yes, it's like a virus, so it's called Pokeross. It multiplies fast and it infects other Pokemon too. But that's all. Doesn't seem to do anything. Ik vind het zo grappig hoe Game Freak daadwerkelijk dat soort dingen in de game stopt. Ze doen alsof ze niet weten wat het is, maar tegelijkertijd weten ze wel wat het is. Even kijken, hebben andere Pokemon dat Pokeross gekregen? Nee, het was gewoon informatie die je ooit een keer mee geïnfecteerd is. Dat is wel kut dat we dat hebben gemist. Ik ga dat item niet pakken, want daar heb ik Rock Punch voor nodig. Ga ik nu niet leren. Ik bedoel, Strength kan ik nog wel doen. Rock Punch? Of Rock Smash bedoel ik. Nee, Rock Smash ga ik niet doen. Hey, het is een Jinx. Oftewel, Hoertje 69. Hoe is het met jou? Oh man. Ik had ooit eens een keertje in mijn Pokémon Emerald Randomizer had ik een... Smoochum gevangen. En die had ik ook hoer genoemd ofzo. En die wilde ik op mijn team gooien. En die had ik ook eens een keer geëvalueerd. Alleen toen was de game gecrashed. En toen dacht ik van laat maar. Doen we maar niet. Dus ja, volgens mij moeten we gewoon deze kant op. En dan gaan we gewoon lekker deze cave uit. Volgens mij zijn we er ook gewoon bijna. Gaan we lekker naar de volgende gym toe. Je weet zelf. Even kijken hoor. Moeten even deze bulder naar beneden doen. Dan kunnen we ook dat item even lekker pakken. We pakken echt letterlijk alle items. Dat doe ik bijna nooit. Nu wel. Ik bedoel, ik heb er net eentje gemist. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Okidoki. Gaan we daar eens eventjes kijken. Maar ja, ik had dus echt een heleboel games. Voor iets van... 2 euro per stuk of zoiets had ik gehaald. Het was fantastisch. Oh, wacht. Ik snap al wat je moet doen bij deze puzzel. Wacht even. Ik heb bijvoorbeeld... Ik heb ze allemaal hier liggen. Ik heb... Even kijken hoor. Ik heb... Wacht. Ik heb Bakugan Battle Brawlers voor de Xbox 360. Het is namelijk een heel, heel leuke game op de DS. Ik heb die game heel veel gespeeld op de DS. Ik had hem namelijk vroeger op mijn R4 kaartjes. Echt een leuk spelletje. Echt gewoon daadwerkelijk ook een beetje... Het was een van die spellen waardoor ik het gevoel had dat ik daadwerkelijk echt... Heel veel strategie. Het was een van mijn eerste echte strategische spellen. Dat je daadwerkelijk dat kaartspel had en zo. En natuurlijk was het
niet zo heel erg strategisch als je tegenwoordig speelt. Ik bedoel, zoveel strategie zit er niet achter. Het zijn voornamelijk minigames. Maar die game vind ik nog steeds heel erg leuk. En ik speel hem soms nog wel eens om even je kaartje. Enige ding is, ik wil hem graag physical hebben. Ik wil hem heel graag physical hebben. En ik kan hem niet vinden op het internet. Dus ik zit af te wachten totdat ik Bakugan Battle Brawlers voor de DS physical kan krijgen. Maar in de tussentijd heb ik wel gewoon de 360 versie voor de Xbox natuurlijk. En die schijnt gewoon een HD versie te zijn van de DS versie. Schijnt hetzelfde te werken, schijnt dezelfde game te zijn. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Heb ik gewoon een HD DS game. Ik weet niet of dat heel erg speciaal is, of je daar nou zo blij mee moet zijn. Maar hey, het is een ding. Hier hebben we ook nog deze mevrouw. Hallo mevrouw. Me oh my, is that you, Matt? Fancy meeting you here. To tell the truth, my sandals are frozen in the ice and I'm stuck here. In other words, my flip-flops are quick frozen to the ground. Teehee! Well, it's no laughing matter. Would you come around to push my back? Ik wil wel meer achter jou doen, mevrouw. Je bent nu in mijn domein. Hoe heet het? De dansers, hoe heet het? Dansers verkrachten, dat is niet het meest. Dat is niet het beste wat je kan doen, dus laten we dat maar niet doen. Daar is ze. You are really kind. Thank you so much. Oké, doei, niet eens een liefdeskusje. Niet eens zo van, hey. Ik vind het heel aardig dat je hebt gedaan. Hier, neem een kus van mij of zo. Want ik ben een prostituee, misschien weet ik veel. Ik bedoel, het zijn dansers. Het zijn vrouwen. Doe 2 plus 2 is vis, dan kom je er zelf ook uit. Even kijken, hoe kom ik bij dit item? Even kijken, hoe gaan we dat doen? Daar. Wacht even. Dus zo. Nee, niet zo. Wacht. Even resetten. Zo. Nee. Zo. En zo. Kijk eens aan, hebbes. In iets van 5 keer of zo, weet ik het wat. Voor de rest, wat heb ik nog meer met mijn leven gedaan in plaats van alleen maar huilen? Nou, ik ben vandaag naar de McDonald's geweest. Ik kom echt bijna nooit bij de McDonald's. Maar deze keer was ik er en het was fantastisch. Ook al waren ze onze friet vergeten en ze hadden er geen zout op gedaan. Dus fuck jou McDonald's. Ik breng gewoon de hele de McDonald's boycott terug van een paar jaar geleden. En ik zorg gewoon voor dat ze zorgen dat mijn friet gewoon vol met zout zit. Ik bedoel, heb je ooit friet zonder zout gegeten? Het is echt minder lekker gewoon. Oké, Blackthorn City, we zijn er. Hallo meneer. Wow, you came through the ice path? You must really be a hotshot trainer. ik snap hem, want het is ijs. En ik ben heet. Hey, als je een date wil, man, Ik bedoel, je lijkt een beetje op een meid, dus dat kan gewoon hoor. Pride Month, je weet zelf. Dus dan gaan we gewoon even lekker verder. Lekker in Blackthorn. Dan gaan we eventjes naar een Pokémon Center om die Zubat te vervangen voor het laatste eitje van de originele 30 Pokémon eieren. We zijn echt snel door die eieren heen gegaan. Redelijk snel. Ik had verwacht dat ze nog een tijdje mee zouden gaan in Kanto. Maar nee hoor. Heel veel routes. Even kijken hoor. Deze Zubat. Stoppen we eventjes Charizard hier zo. En dan pakken we eventjes deze Zubat. En dan brengen we hem naar... Dat kan niet. Ik heb het al meerdere keren gezegd, maar dit boxsysteem vind ik echt heel verwarrend. Ik vind dat ze dat niet goed hebben gedaan. Gelukkig hebben ze het heel snel weer veranderd. En dan pakken we het laatste eitje. Worm, en hij heeft een EXP share. Nou, dat is fijn. Heb ik een paar afleveringen geleden de EXP share daadwerkelijk gehaald. Heeft deze fucking Worm het? Ik ben benieuwd wat het is. Even kijken. We moeten eventjes snel kijken wat het level is van die dinges. Van die Zubat. Volgens mij was het level 22, toch? Ja, level 22. Oké, is helemaal goed. Gaan we eventjes dat eitje uit laten komen. En dan bedank ik jullie voor het kijken van deze aflevering. Wordt gezellig. Oh man, ik ben echt blij dat ik weer terug ben met de Pokémon Heart Gold Eggluck hoor. Het is wel echt een van mijn meest populairdere series. Daar ben ik blij mee. Kom op eitje. Het is het laatste eitje van de originele box. Eventjes snel uitkomen. Ah, daar is die hoor. Tam, 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 ta, dam, tam, tam, tam. Een Ninkada, wat? Maar dat is helemaal geen worm. Ik had een Wurmple of een Caterpie verwacht. Oké. Is goed. Hier kunnen we technisch gezien een token mee krijgen trouwens.
Oeh, ja, ik weet wat ik ga doen. Even kijken, worm. Kijk, want Ninkada heeft technisch gezien 2 evoluties. Als je hem laat evolueren met een Pokéball op zak en met een plekje in je party, dan krijg je daarnaast ook gewoon nog een... hoe heet dat beest? Dan krijg je... Ninjas? Nee, Ninjas, dat is... Ik weet niet meer hoe die heet, maar dan krijg je die andere Pokémon. Dat is letterlijk gewoon de dode huid van Ninkada. En dat kunnen we gebruiken als een totem, als een token. Dat is best wel cool. Oké, dan stoppen we eventjes deze Ninkada terug waar die hoort. Ga terug in de box. Ja, oeh, wacht even. Je hebt Scratch, Harden, Bug Bite en Bug Buzz. Oké. Dat is redelijk. Dat is redelijk decent. Ik bedoel, ik ga je nooit gebruiken. Maar thanks dat je bestaat. Maar goed mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneer ze ook al leuk zijn. Ben je blij dat de Pokémon Heart Gold Egglock terug is? Geef dan zeker een like. Nogmaals, abonneren ze ook al leuk zijn. En volgende aflevering gaan we de volgende gym badge halen. Yay! En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!